In deze video laat ik je zien hoe je een offerteaanvraag kan doen. Dat kan je doen door op offerte te klikken. En vervolgens krijg je een uitleg van hoe het werkt, hoe de offerte in behandeling wordt genomen. En dat een hovenier erop in wil schrijven, dan kunnen drie hoveniers dat doen. In de tweede stap kun je aangeven van oké, waar gaat het om? Waar wil ik een offerte voor hebben. In dit geval wil ik dat wel voor de tuinaanleg en voor verlichting. Dan kan ik zeggen van waar het om gaat. Dit is een test. Test. Offerte aanvraag. Daar kan je natuurlijk gewoon je omschrijving kwijt. En vervolgens kan je je adres invoeren en je kan aangeven wanneer speelt het. Per direct, in mijn geval heel ver weg. En je kan nog zeggen van oké, wil ik alleen de installatie, wil ik alleen de levering of wil ik beide? Nou, dan kan je dus nog afbeeldingen toevoegen van de bestaande situatie. Bijvoorbeeld, nou, laat ik een afbeelding toevoegen van het ontwerp. In dit geval. Je kan ook eventueel producten toevoegen. Je kan gewoon uploaden voorbeelden. En dan vervolgens de volgende stap. Wordt de offerte verzonden en krijg je een melding dat de aanvraag is verzonden. In je profiel kan je op het moment dat daar gewoon zeg maar reacties op zijn, kan je hierbij offerte aanvragen daar meer over terugvinden. En dit is het einde van deze video. Nou, als er vragen over zijn, dan kan je altijd via het helpcenter contact opnemen. Hier kan je de vraag terugvinden mogelijk en of je kan via deze route contact opnemen. Dit is het einde van deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.